Tom Pietermaat, 0-3 hier verloren op, of thuis verloren liever tegen Standaard. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, moeilijke wedstrijd tegen een Standaard dat er ook wel heel uitgekookt was. Ja, al bij al wisten we dat we hier en daar wel eens een tik konden verwachten. En okay, misschien is het beter dat hij vandaag valt. We hebben nu 2 weken om toe te werken naar Genk. Komende week gaan we deze wedstrijd wel analyseren en zien wat onze werkpunten zijn. En een kleine evaluatie maken, denk ik, van de voorbije wedstrijden. En dan gaan we de kopjes de week erachter gewoon terug naar Genk draaien. Al bij al pakken wij 9 op 12 tegen toch sterke ploegen allemaal. Dus ik denk dat wij heel tevreden met onze start mogen zijn. Maar het is misschien 0-3 vandaag. Misschien een beetje een vertekend beeld. Want er zat misschien wel iets meer in op momenten. Maar ze spelen het heel goed en vooral heel slim uit vandaag. Ja, was dit de moeilijkste ploeg die jullie al tegen hebben gekregen? Goh, elke ploeg heeft wel zijn sterktes. En bij Standaard lagen die sterktes in de omschakeling. Dat zag je duidelijk. Ze waren er een beetje op aan het wachten. We kwamen dan achter. En je weet dat die counter er dan wel kan inzitten. En van het moment dat het 0-2 wordt, blijven we nog een paar keer proberen. Bal op de paal. Blijven we toch naar die goal zoeken. En uiteindelijk wordt het 0-3. En dan merk je dat het boeken wel toe zijn. Ja, opvallend wel. Jullie blijven vechten totdat die 0-3 valt. Ja, zelfs daarna eigenlijk ook nog. Maar het geloof was er nog wel, had ik het gevoel. Ja, absoluut. Het was nog, ik denk dat het 6 of 77ste minuut was dat 0-2 werd. En je hebt nog een kwartier en op een kwartier kan gewoon heel veel gebeuren. Dus we bleven gewoon zoeken naar dat doelpunt. Dat ons toch nog die hoop zou kunnen geven. En dat siert deze ploeg ook wel. Dat ondanks dat je 0-2 achter staat tegen een heel sterke ploeg toch wel. Dat we toch zijn blijven zoeken naar die aansluitingstreffer. Oké, dankjewel Tom.